Tada! Het heeft eventjes mogen duren, maar welkom bij eindelijk een nieuwe aflevering van Planet Coaster! In de vorige aflevering had ik één groot probleem, namelijk het gehele park. Het hele park was één grote teringzooi. Nou heb ik 2 uur van mijn vrije tijd in dit park gestopt om te proberen alle problemen op te lossen. Dat is eigenlijk totaal niet gelukt, maar ik heb nu wel een hele grote hoeveelheid geld. Het grootste probleem met Planet Coaster is je personeel. Je personeel gaat de hele tijd met pensioen. Nee, ja, juist niet. Ze nemen ontslag. Ik heb ze net een paar maanden. Ze zeggen, nou, dit werk is niet leuk. Ik kap ermee. Dus ik ging naar de Googles en ik zei, Google, hoe zorg ik ervoor dat mijn personeel in Planet Coaster geen ontslag neemt? Kwam ik op een of ander Planet Coaster forum en iemand zei daar iets heel slims. Stel, jij bent de eigenaar, de grote baas van een pretpark. Wie wil je tevreden houden? Je werknemers of je gasten? Precies, je geeft geen neuk om je werknemers. Je wil gewoon dat er werk is. De gasten, die wil je tevreden houden. En natuurlijk je eigen portemonnee. Je kan ervoor zorgen dat mensen ontslag nemen door ze gewoon een gigantisch hoog salaris te geven. Dat is ongeveer hoe je iedereen bij een baan houdt. Hoe kut een baan ook is, als je maar genoeg salaris geeft, doen mensen het. Dat is ongeveer waarom huurmoordenaars bestaan. Of ze vinden het heel leuk om te moorden en het geld is een bonus. Dat weet ik niet precies. Dus, wat je eigenlijk het beste kan doen is, ja, voor iedere monteur die zegt, oh, ik krijg te weinig geld, ik neem ontslag, zijn er letterlijk oneindig andere monteurs, aangezien het een videospel is, neem gewoon een nieuwe monteur. Het is een beetje moeite, je moet goed opletten dat je wel altijd een monteur hebt, maar dat is de beste manier om het spel te spelen. Nu ik helemaal deze flinke smak geld heb, kunnen wij een beetje gaan werken aan onze doelstellingen. We hebben namelijk nog 2 doelstellingen. We moeten en een hoge scenery rating hebben, die momenteel 0 is, zo van, hey, dit park is mooi versierd. Hoe is mijn scenery rating 0? Nou, daar gaan we even aan werken deze aflevering. En we hebben een coaster nodig met 5 excitement, 5 misselijkheid en 500 meter lang. Nou is het ding dus, nou, het moet maximaal 5 misselijkheid zijn. Nou heb ik als het goed is dus een achtbaan met dat ontwerp. Deze hier zo, ja. Dat is precies de eisen die we nodig hebben. Nou kan je er ook zelf eentje bouwen, maar ik ben daar niet zo goed in. En ik heb geen zin om de hele aflevering lang een achtbaan te bouwen. Dus ik denk, weet je wat? We hebben het geld ervoor. Kan het ding gewoon kopen ook. Hotsen, flotsen. Het probleem is alleen, we moeten dit aan gaan sluiten naar een pad. Daar zijn we waarschijnlijk wel nog een halve aflevering mee bezig. Dus dan weet je dat alvast. Even kijken hoor. Ja, we hebben daar een ingang. Doen we daar even een hele mooie exit. En dan moeten we dat gaan verbinden. En dan pas kan de achtbaan open. Ik kan hem wel vast op testrit zetten, zo te zien, denk ik. Ja. Hij moet toch altijd eerst een testrit maken. Voor de rest, ik heb dit gekke pakje aan, want ik heb gisteren mijn diploma-uitreiking gehad. Tada! En dat was, ik had op Instagram gepost, een paar fotootjes ervan. Ik heb meteen een paar reacties van kijkers met, oh Rick, wat fijn! Nou heb je meer tijd voor je YouTube-video's. Waarop ik dacht, haha, leuke manier van denken. Jammer genoeg is dat niet hoe het werkt. Ik ben misschien afgestudeerd, maar het woord af in afgestudeerd is misschien een klein beetje een leugen. Ik ben namelijk nog steeds niet klaar. Oh shit, ik kan net dit stukje pad niet bouwen. Weet je wat? Deze attractie, weg ermee joh. Je moet een beetje prioriteiten stellen. Zeg maar, op de basisschool dacht ik, hey, na groep 8 kan ik gewoon een baan zoeken. Klaar. Dan moet ik gewoon even hoog scoren op mijn CITO. Dan ga ik naar de bank toe en zeg, kijk, ik had een hoge CITO score. Mag ik nu een baan? Zo werkt het blijkbaar niet. Er bestaat iets genaamd de middelbare school. En ja, heel snel de middelbare school bleek. Want de hele middelbare school is gewoon één grote voorbereiding op wat weer daarna komt. VWO is dan ook voorbereidend. Of voor mij voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Of voortgezet. Maar dat kan maar niet uit. Je wordt eigenlijk alleen maar voorbereid op weer vervolgopleiding. Je MBO, HBO of universitaire opleiding. Nou heb ik dus mijn universitaire bachelor gehaald in de scheikunde. Het probleem is alleen dat eigenlijk iedereen universitaire bachelor, en shit, je kan er niks mee. De meeste mensen willen eigenlijk wel daarna ook weer verder met een master. Ja, dan ben ik nog 2 jaar bezig. Dan kan je daarna ook nog eens je doctor halen, je doctoraat. En dit bouwt echt voor geen meter. Weet je, ik bouw wel gewoon naar beneden. Dat heb ik iedere keer dat oh, het is allemaal heel heuvelachtig hier. Nee. Het is echt verschrikkelijk. Wie verzint er zo'n achtbaan met zo'n beginstuk? Niet chill dit. Maar echt totaal niet gewoon. Ik wil graag een bocht maken. Oh, kijk. Dankjewel. Oh, dit spel, man. Dit spel. Het doopt mijn hersencellen. Echt waar.
In ieder geval, ik ben nog een tijdje aan het studeren. En als ik was gestopt met studeren, was ik waarschijnlijk bezig met een baan zoeken. En dan heb je ook niet heel veel tijd om YouTube-video's te maken. Behalve als YouTube je baan is. Dit is trouwens het meest lange rijpad dat ik ooit heb gebouwd. Boeien, ik wil gewoon die achtbaan open kunnen gooien. En mijn plan was oorspronkelijk ook om de achtbaan meteen weer te verwijderen. Nou heb ik wel echt heel veel troep gemaakt, dus... Of dat het beste plan is, weet ik niet. Hij kan nu in ieder geval open als het goed is. Is hij al een rondje gegaan? Nee. Oké, we kunnen er even in dan. Dat is wel leuk. Yes! Oh, hij komt echt net weer aanrollen bij het station. Nou, ik moet zeggen, dit is een van de betere achtbanen waar ik ooit in geweest ben. Hij is wel echt super vet. Zullen we even een rondje in doen? Wacht, doe ik even, ga dubbel snelheid. Dat hij even weer weggaat. Hey, ben ik er 3 achievements op Steam gekregen. Jullie zien het niet, maar waarschijnlijk is het voor de hoogte van de achtbaan en de lengte van de achtbaan en dat soort dingen. Ik wilde eigenlijk ook mijn stropdas aandoen. Ik had gisteren ook nog mijn scheikunde stropdas aan. Probleem is alleen, ik weet niet hoe je een stropdas strikt. Als je op YouTube intikt, how to tie a tie, echt meerdere video's met miljoenen weergaven. Dus ik ben niet alleen. Je hebt op Google gewoon plaatjes met doe dit, doe dit, doe dit. Maar de ruimte dat ik inzicht is blijkbaar niet goed genoeg om dat te begrijpen. Fun fact, je hebt ook een clip ties. Dat is gewoon een stropdas. Die klik je gewoon zo, klik met een speldje eigenlijk zo aan je ding vast. Dat is handig voor bijvoorbeeld op school, op van die kleine, weet ik veel, middelbare scholen of basisscholen zelfs, waar ze schooluniforms hebben met een stropdasje. Voor kinderen, zoals ik, die geen stropdas kunnen strikken. Het is wel veel lawaai dit. Ben ik nog te verstaan? Het is wel een vette achtbaan, dat dan weer wel. Ik hoop dat er nog veel mensen in willen, maar dat is nog eventjes... de vraag. Nou is het interessante dus dat die stropdas die op kan klikken is handig voor jongeren. Vooral ook heel veel mensen die last hebben van bijvoorbeeld met de hitte. De stropdas is best wel strak om je nek. Dus mensen gaan die stropdas losser doen. Ziet er een beetje slordig uit. Je bent gewoon een klikstropdas hebben. Lijkt gestropt, maar hij zit niet om je nek heen. Blijkbaar heel veel politieagenten en bewakers, zoals ook in mijn pretpark hier, die gebruiken ook klikstropdassen. Zodat ze niet gewurgd kunnen worden. Als je de politieagent in een worsteling vraagt en ze kunnen je gewoon bij je stropdas pakken en ze kunnen je gewoon stikken met je stropdas. Super gevaarlijk. Als je dus bij de meeste politieagenten, probeer dit niet, en beveiligers aan een stropdas trekt, dan trek je gewoon klik de stropdas eraf. Kun je meenemen? Leuk, als je zelf nog geen klikstropdas hebt. Ik wil best graag een klikstropdas, want ja, ik kan zelf niet stroppen, dus voor mij is dat best wel handig. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen hier ingaan, maar dat is even niet belangrijk. Het enige wat wij nodig hebben om dit level nu uit te spelen is meer scenery rating. Wat goed is, dit park verdient gewoon zijn geld. Ik zal even kijken. Er is veel kots in het park. Bouw first aids. Ik heb hier een first aid. Blijkbaar als je dus eerste hulpposten bouwt, kunnen ervoor zorgen dat je niet kotst. Ik weet niet hoe ze dat doen. Ik wil echt graag dat ik gewoon iemand toe ga. Yo, ik ben misselijk. Ik moet kotsen. Nu niet meer. Er zijn wel medicijnen voor. Antibraakmiddelen en zo. En dat soort troep. Ja, die heb ik niet vaak bij me. Zou ik wel moeten doen. Dat scheelt een hoop braken. Zo vaak braak ik nou ook weer niet. Maar het is gewoon niet chill, man. Ik had ook nog even 2 extra attracties gebouwd toen ik 2 uur lang aan het spelen was om even wat sneller geld te verdienen. Dit is de Sundial. En dit is nog iets met de zon. De Sunflare. Oh, heel veel vandalisme in mijn park. Nou, ik kan wel een extra bewaker aannemen. Maar alleen als hij zijn coole stropdas heeft natuurlijk. Heb ik bewakers momenteel? Heeft hij ontslag genomen? Nee, hij is er nog. Ik upgrade deze gast wel gewoon. Is goedkoper. Ja toch. Ik kan meteen iedereen in het park even upgraden. Mensen die hier nu zijn, zijn gewoon daadwerkelijk blij. Er zijn redelijk wat shops dichtgegaan omdat ze dan te weinig klanten hadden. Werden ze verdrietig omdat ze zo eenzaam en alleen waren. Dan gaan de shops dicht. Is prima. Ik weet alleen niet of er nu nog wel een mannetje in zit. Voor mij niet. Die heeft ontslag genomen. Dan gaat de winkel dicht. Dus op het moment dat iemand denkt, zegt, oh, we hebben te weinig eten. Pats, knal ik die winkel weer open. Ik heb hem toch al gebouwd. Wat we dus eigenlijk moeten doen is het park keihard versieren. Ik had al een paar confetti kanonnen geplaatst. Je moet de versieringen voornamelijk rondom attracties doen. Ik heb ook gelezen dat als de versiering duurder is, dan vinden mensen hem ook mooier, zeg maar, automatisch. Mensen denken, oh, dat is een dure versiering. Hier, veel winkels zijn heel duur. Nou, dan gooien we deze er even open. Dat is een hotdogkraampie, geloof ik. Hey, alleen het hotdogkraampie. Yes. Hotdog Squad 6. Ja hoor. Squad fam, kom maar op met die lekkere warme broodjes. Hartstikke mooi. We moeten nu gewoon de versiering omhoog knallen van 0 naar 130. Dan hebben wij dus een budget daarvoor, dus dat scheelt. Ja, we moeten gewoon even gaan naar scenery. Dat is even het belangrijkste. En dan gewoon dingen gaan bouwen. Ik wil graag een beetje grote scenery. Ik weet niet of je ook kan sorteren op grote. Je hebt ook buildings. Dat telt vast ook mee voor scenery. Ik wil graag een beetje iets gigantisch bouwen eigenlijk. En ik kan ook more filters, ja. More filters. Scenery team, content pack. Nee, ik wil gewoon iets gigantisch, joh. Ik kan even kijken bij... props. Dat zijn toch een beetje de dingen. Kun je ook... Oké. Wat van deze props ziet er heel gigantisch uit? Deze draak. Die is 300. Kijk eens aan. Doen we daar gewoon een paar van. Dat is mijn geld wel heel snel op. Oh, dit is wel echt vet, zo om die attractie heen.
Ja. Als ik in dit pretpark was, ik zou helemaal... Wow, een draak. Echt? Yep, het is er één. Heb je nog een draak? Oh, dat zijn smikkelende draak. Slapende draak. Tuurlijk. Tuurlijk. We moeten dus voornamelijk een beetje onze attracties versieren. Het gaat voornamelijk om hoe dicht bij attracties het staat. Dus als je een beetje slim bent, plaats je tussen twee attracties in. En bij het rijpad. Dan is en het rijpad beter versierd. En die attractie. En die attractie. Hoe gaat het nu met mijn scenery rating? 0. Krijg langzaam het gevoel alsof iets hier niet goed gaat. Hoe is mijn scenery rating 0? Why? Als het deze aflevering niet lukt het level te halen, ga ik gewoon door naar een ander level trouwens hoor. Er is een punt waar je gewoon moet opgeven. En we naderen dat punt. Ik blijf gewoon motherfuckers bouwen. Toen ik het level binnenkwam had ik al 100. Het enige wat ik doe is dingen bouwen. Waarom zijn jullie zo? Die confetti-kanonnen zijn zo sfeervol. Waarom zijn jullie zo? Wat ook blijkbaar heel erg scheen te werken was heel veel kleine kutdingetjes bouwen. Zoals speakers. Oh, even kijken. Met even categorie alles. En heb je speakers, zoals deze. Die spelen wat leuke muziek af. Hier, onder een attractie. Gewoon hier zo. Fucking veel speakers bouwen. Gewoon de hele park heen. Zoom gewoon uit. Klikken die, klikken die, klikken die, klikken die, klikken die. 10, 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 10. Please. Machinery rating. Een beetje omhoog, alsjeblieft. Ik bouw speakers voor iedereen. Ik heb het gevoel alsof het niet aan mij ligt. En dat het park gewoon compleet geblokkeerd is. Op een manier. I don't know, ik dit nu nog ga redden, maar... Ik denk dat ik gewoon door moet naar het volgende level. Ik denk dat dat wijsheid is. Of zijn ze gewoon zo boos dat ik niet het fairy tale scenery gebruik of zo? We kunnen even erop klikken, misschien klikt het dan uit? Nee. Is er nog een uitleg van het level? Yes. Oh, het is niet echt een goede uitleg of zo. En we kunnen even puur in het thema feeën zoeken, maar ik zat al deels in het thema feeën, geloof ik. Recent? Oh, dat zijn... heb je niks aan. Je kan gewoon zoeken op fairy bijvoorbeeld. Het is toch een fairy level. Ja, deze dingen zitten allemaal in het feeën thema. En zelfs dat helpt gewoon niet. Weet je wat, archways. Oh, daar kunnen mensen doorheen lopen. Wat feestelijk. Daar zou ik wel doorheen lopen als ik jullie was. Ja hoor, zelfs als het scheef zit. Loop maar lekker doorheen. Boeien. Ik ben gewoon even van de simpele draadjes. Ja hoor. Mooi bogie. Mooi bogie. Ik bedoel, ik heb ook echt tante veel bomen gebouwd. Ik heb ook een heleboel bomen verwijderd net. Daar ben ik eerlijk in. Laten we meer bomen bouwen. Overal gewoon meer bomen. Oh, ik zie even niks. Oh, moet ik nog op het thema fairy zoeken. Oké, okay, meer bomen. Crimson King. Klinkt als een prachtboom. Oh, dat is die boom weer. Nee. Dat is niet velig genoeg. Bananenbomen. Nee. Heb je ook dure bomen nog? Dure bomen die veel geld kosten. Yes. Daar, boompie. Boompie. Heb ik al nog genoeg geld om met zo'n troep te bouwen? Maar natuurlijk heb ik genoeg geld. Daar een boom. Daar een boom. Ik denk dat de manier waarop de scenery berekend wordt... Ja, daar zit een foutje in waarschijnlijk. Maar als ik genoeg bomen bouw... Misschien... Klimmen we er dan weer bovenop, zoals de klimop. Wat geen boom is, maar wel een plant. Klimt op muren, daarom. Klim op. En voor mij blijft die scenery rating gewoon voor altijd op 0. Dit park is gewoon super lelijk. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Rick, je kan meer versieringen gaan bouwen. Maar het is alsof je een doodrottend lijk aan het versieren bent. Je wil er nog steeds niet naar kijken. Al zit er een fucking make-up op en een clownsmasker. Het is niet appetijtelijk. Ik kan ook geen hele park niet meer zien nu. Ik zie letterlijk door de bomen... Het park niet meer. En nou, nu ik toch al bezig ben met al ingaan met bomen. Het hele park wordt nu gewoon één groot bos hoor. Hey, voor de natuurliefhebbers. Dit park is gebouwd in een bos. Het bos was er eerst, toen heb ik een park gebouwd. Hey, dat is toch een soort cool ding. Oeh, dat is dat park met dat bos eromheen. Of andersom, whatever. Dat is toch vet. Ja hoor. Ik ga even een lening nemen, denk ik. En wat ik met die lening ga doen? Heel veel bomen bouwen. Toch wel. Doe wat leuks met het geld van de bank. Kijk, oei, wat mooi. Oh, ik heb nu geen geld meer. Het schijnt dat je ook per attractie kan zien hoe goed... Wauw, dat is echt heel veel bomen. Hoe gaan we met mijn scenery? 0. Tjo. Dit is niet zakelijk. Dit is niet zakelijk, game. Ik wilde één ding van je. Meer bomen. Het geld gaat wel weer stiekem lekker omhoog, dat is fijn. Dus dan moet ik het hele park gewoon verwijderen en dan weer from scratch beginnen met bouwen. Ik denk oprecht dat qua scenery de beste mogelijkheid is. Maar we gaan het even proberen hoor. Ik heb er gewoon een selector waarmee ik alles kan verwijderen. Ik ga even gewoon een save game maken. Misschien is het leuk voor de thumbnail of zo. Grade 3. Alles niet kapot. Zo. Save park. Nou pakken we die selector tool. Ja. Selecteren gewoon het hele park. Selector tool. Park. Selecteer.
verwijder. Cannot delete or remove more than 5 amusement rides at a time. Ja, maar... Verdorie. Nou, dan beginnen we toch even zo. Dan verwijder ik het park stukje bij stukje. Hopla, dat weg. Ik bedoel, ik heb zo meteen een klein fortuin. Dan gaan we dat kleine fortuin gebruiken om je park te versieren. Het komt allemaal goed. Het is echt de meest lame-ass truc die ik ooit heb gedaan. Maar misschien werkt het. Misschien is het gewoon een volledige reset. Alles wat dit park nodig heeft. Dat zou fijn zijn. Dan hoef ik het level niet opnieuw te spelen. Snap je? Ik heb geen zin om het hele level zo meteen zonder camera erop nog een keer te spelen. Het is leuk hoor, de game. Alleen ik wil gewoon door naar het volgende level natuurlijk. Zo ben ik dan ook alweer. Oké dan. Wat is mijn scenery rating nu? 0. Ja, dat had ik wel verwacht, ja. Oké dan. Laten we wat scenery bouwen dan. In het thema ballonnen. Hier, kijk eens aan. Allemaal ballonnen op het pad. Willekeurig. Had hij net een scheetgeluidje? Waarschijnlijk het geluid van een ballon die opgeblazen wordt ofzo. Dit is ook echt gewoon Madman shit. Is mijn park zo mooi versierd? Maar natuurlijk. Mijn park heeft ook een rating van 0 momenteel. Ik denk dat iedereen weggaat. Neem het ze niet heel erg kwalijk in ieder geval dat ze weggaan. Ik heb wel 45.000 aan bezittingen momenteel. Dat is wel fijn. Ik heb nog iets heel duurs. Ik wil gewoon iets wat echt heel veel geld kost. Dat schreeuwt, ik ben duur, ik ben geld waard. Zoals die grote boom die daar staat. Misschien moet ik gewoon wat dingen van Steam downloaden. Via de workshop en zo. Hier, een mooi huisje of zo. Nou, dat is echt... Heb je nog structures of zo? Iets in die richting? Display sequencer. Oh, nee, dat hoeven we niet. Even een prop, waarvan je wel denkt... Oei, prijzige prop. Een klok van 10. Nee, je moet er meer draken hebben natuurlijk. Tuurlijk hebben we meer draken nodig. Ja, normaal gesproken is scenery ook een goedje attracties versierd. Zo, dan heb ik geen attracties momenteel. Dat is wel een beetje onhandig natuurlijk. Ik bedoel, er is versiering. Dit is toch mooi? Ik geef het op. Ik geef het op. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Planet Coaster. Je zou kunnen zeggen dat we gefaald hebben. Maar je zou kunnen zeggen, we hebben het geprobeerd. Volgende aflevering gaan we lekker door naar een nieuw level. Ik zal het level even een keer in een livestream halen ofzo. Want ik wil wel graag alle levels halen. Is vast een Steam Achievement waard. Die spaar ik. Dus dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Planet Coaster. Doe even een duimpje omhoog voor de fucking moeite die ik hierin stop. Tot de volgende aflevering. Doei!